jouw sportweekend. Ik wil het graag hebben over één man. Ja. Epke Zonderland. Onwaarschijnlijk, hè? Ja. Ja. Nou, je hebt drie foto's. Ik heb drie foto's. Want als ik aan Epke denk, dan Epke is namelijk perfect. Epke heeft alles. Als Epke wint of Epke verliest, het maakt niet uit. Epke doet het altijd goed. Of anders. Of anders. Maar het mooiste moment, dat kent natuurlijk iedereen. Dat was natuurlijk Rio. Daar was ik bij, hè? Oh nee, dat was niet Rio, dat was Londen natuurlijk. Ja, Londen, zeggen, ja. Londen, daar won die goud. Daar stond ik heel vlakbij. En ik stond vlak bij Hans van Zet. Ja, daar stond ik vlak naast. Die stond te schreeuwen. En iedereen weet het nog, hè? Ja. Hij staat. Laat ik sta ook. Even luisteren. Nu komt het. De drie combinaties. Daar is de... Ja, de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft geflikt. Drie vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Dan de anderhalve kleine elleboog. Maar het is nog niet klaar. Het is nog niet gedaan. Dit is belangrijk. Nu wat nu komt. De salto. De Gaylord 2. Kan hij doorgaan? Ja, hij kan doorgaan. Ik begrijp er niks van. Ik kijk maar één ding. En hij doet een hele oefening hoor. Hij gaat voor 7-9. Alles knap. Alles knap. De halve draai. Dan moet nog de kwast komen. En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel salto. De Flying Dutchman. En hij staat. Hij staat. Kijk. Dus. Als je aan Epke denkt, dan denk je dus aan één woord. Hij staat. Hij staat. Nou, maar 4 jaar later was ik ook bij. Rio. En als je aan die hele Olympische Spelen denkt, dan denk ik eigenlijk nog terug aan één foto. Ja. Dat is eigenlijk deze foto, maar eigenlijk dan nog van bovenaf. Oh, die iconische foto dat hij dan zo ligt, weet je? Zo. En zo. Het lijkt wel alsof hij daar minutenlang ligt. Heel lang. Ja. Dat iedereen meekijkt en denkt, oh, dat is Epke. En wat doet hij dan? Epke, wat doet hij dan? Dan staat hij op. Gaat hij door? Ja. Maakt hij zijn oefening gewoon af? Kijk, dat kan alleen Epke. En gaan we even luisteren misschien? Even naar het signaaltje? Nee, dat gaan we niet kijken. Nee, want, en al vandaag, gisteren? Dat kan toch niet? Ja, echt. Dus hij staat, hij ligt, hij slingert. Hij slingert. Met één handje. Met één arm. Dus dan stel, hij wordt geen wereldkampioen. En dit is natuurlijk veel mooier dan wereldkampioen worden. Want stel, hij was wereldkampioen geworden. Dan was hij voor de derde keer wereldkampioen geworden. Dan was het uniek, want in die sport heeft nog nooit iemand dat gedaan. Who cares? Dat weten we over een paar jaar niet meer. Maar over een paar jaar weet je nog drie dingen. Hij staat, hij ligt, hij slingert. Iconische oefening. Okay. Top. Top. Mag ik het dan ook nog even hebben over Marit Bouwmeester? Tuurlijk, ik weet dat jij zeilen. Mag. Europees kampioen geworden. Ja. Ze was al wereldkampioen en Olympisch kampioen. Ja. Ja. En ik zeg tegen jou, verdiep je nou een beetje in dat zeilen. Want over een dag of 13 begint de Volvo Ocean Race. Zijn nu de proloog van zeilen. Dat wordt mooi, jongen. Ja, ik heb het al gedaan. Ik moest een app van jou installeren. Ik heb het naam, mijn telefoon. Ja. De Volvo Ocean Race. Dus vanaf nu gaan wij de Volvo Ocean Race helemaal volgen. Top. Ja. Hij wil altijd bevroren water, ik wil gewoon echt water. Bevroren water, moet je opstaan in de stad. Was beter.